We staan hier in het natuurgebied van de Doorbraak. En vanavond wordt er sinds een lange tijd weer een wandeling gehouden. Een van die gidsen is Els Jansen. Els Jansen, wat maakt deze Doorbraak en alles hier zo bijzonder? Zoals de oude Almeloers wel zullen weten, Almelo ligt op een heel diep punt in Twente. Dus al het water van Oldenzaal, Oud-Marsum, van de Zollandse Heuvelrug, dat stroomt eigenlijk naar Almelo toe. En in de jaren in de oorlog en voor de oorlog stond Almelo regelmatig gedeeltelijk onder water. Om dit te ondervangen hebben ze vanuit de Lolee richting de Ex-OCA hebben ze een beek gegraven van zo'n 13 kilometer lang. En die kronkelt heel erg om het water, als er echt overvloedig regent, om het water wat langer in het gebied vast te houden en te zorgen dat Almelo droge voeten houdt. En omdat de klimaatverandering duidelijk nu toch wel plaatsvindt en we het water ook weer wat langer in het gebied vast willen houden, hebben ze de Doorbraak dus heel erg kronkelend gemaakt, zodat we het water wat langer vast kunnen houden. En volgens mij werkt dat echt wel, want ja, naast dat het een technisch iets is en is heel belangrijk voor Almelo, is het ook een heel mooi gebied. En Landschap Overijssel is vandaag voor het eerst weer begonnen met een wandeling te houden. En ja, wat houdt die wandeling zo ongeveer in vanavond? Nou, vanavond doen we maar een heel klein stukje van de Doorbraak. De Doorbraak is ook gemiddeld 75 meter breed. Maar de geul waar het water doorstroomt is ongeveer 10 meter. En het gebied in die 75 meter die ontwikkelt zich op dit moment fantastisch mooi. En mensen vragen dan altijd of het aangeplant is, maar dat gebeurt gewoon niet. De natuur zorgt zelf gewoon dat er fantastische kruiden, planten, bomen, struiken, van alles en nog wat komt. En allerlei vogels en dieren. De Doorbraak dient ook als ecologische verbindingszone tussen Noordwest Twente en Salland. Dus hier komen bijzondere vissen voor, de winden die komt hier. En de rietgors en de kampsalamander, de reeën die lopen hier ook rond. En het gebied wordt begraasd door Connemara ponies, dat zijn Ierse ponies. En die zorgen dat het niet helemaal dicht groeit. Nou ja, eigenlijk is het iets waarvan ik zeggen zou, kom gewoon allemaal eens eventjes door die Doorbraak wandelen en fietsen en ga er gewoon lekker zitten op een bankje. Het begint al bij het Nijrace in Almelo, dus je kunt er eigenlijk zo mooi 's avonds ook even langs fietsen. Het is echt fantastisch. Hoe vind jij deze wandeling? Ik vind de wandeling echt heel erg leuk. Ik ga wel vaker mee met Landschap Overijssel. En ik vind het altijd behalve heel erg leerzaam, want de gidsen weten echt gewoon heel veel over allerlei bloemen en planten en dieren. Het is wel echt heel leerzaam. Dat vind ik toch altijd erg gezellig. Je leert altijd weer nieuwe mensen kennen. En je maakt dus met dieren praatje. Dus ik vind het altijd heel erg leuk.